Wekelijks komt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede bijeen. Tijdens een collegevergadering worden diverse besluiten genomen, zo ook op dinsdag 16 juni. Tijdens deze vergadering is er onder meer gesproken over abris, de sociaal domeinmonitor, en een memo over de gevolgen van de coronacrisis op het sociale domein. Een week eerder kwam het college met een plan over de invulling van de Friso kazerne in Ede. Ja, de Friese kazerne, daar heeft de Raad al heel lang de wens van om het een culturele invulling te geven. En we gaan nu het plan presenteren om daar een expositieruimte van te maken. Waar deels het verhaal van Helene kruller müller komt, en deels ook een wisselexpositieruimte. En uh, dat verhaal dat, uh, gaan we volgende week in de Raad bespreken. En het is inderdaad een combinatie van enerzijds een icoon voor deze gemeente, voor deze regio, Helene Krun-Muller. En anderzijds ook een link met het lokale erfgoed en de lokale cultuur. Het is een plan waarbij heel veel culturele instellingen betrokken worden. En, uh, hoe, hoe zijn de reacties? Ja, eigenlijk uh, zijn er veel positieve reacties al gekomen. Omdat uh, nou ja, mensen zien dat dat wat bij kan dragen aan het culturele klimaat in deze gemeente. En uh, goed is voor deze gemeente. En uh, dat hopelijk heel veel mensen daar hun uh, en ook culturele partijen daar hun uh, voordeel mee kunnen doen. De Ederse Raad, daarmee gaat u in gesprek, want u wil ook draagvlak van, van, van hen hebben. Ja, ja, het is al eerder uh, in de raad ook geweest, uh, nog voordat ik wethouder was. En uh, tot nu toe is daar nog niet een haalbaar uh, initiatief op gepresenteerd. En we denken dat het nu wel kan, omdat het die combinatie is van dat uh, icoon en de verbinding met het lokale erfgoed en de lokale cultuur. En, uh, een ander onderwerp waar de Edese Raad ook al over heeft gesproken, maar waar het college nu ook wat over uh, heeft besloten, is het uh, aanbesteden van de Abris. Zo moet ik het uitspreken, geloof ik. Hè? De Abris, ja. <laughs> ja, dat klopt. Ja, er wordt een uh, aanbesteding uh, nou ja, uitgeschreven, gestart. Uh, voor het overnemen van de bestaande Abris, uh, de reclames ook in de bushokjes. Ja. Was ook een plan om een aantal daken te gaan vergroenen? Gaat het ook gewoon nog steeds door? Ja, onderdeel is dat zeven van de Abris ook een groen dak krijgen. En dan het, het, het sociaal domein. Er is een, er is een monitor. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben sowieso een sociale monitor die we ieder jaar presenteren, wat inzicht geeft in nou, wat gebeurt er allemaal gebeurt in het sociale domein. Dus dan moet je denken, alles op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, van werk en inkomen en participatie en ook van jeugdzorg. We bieden dan een overzicht in de ontwikkelingen. Welke cijfers zijn er? Hoe ervaren mensen die ondersteuning? En dat is wat we nu ook weer presenteren. En daarnaast hebben we ook meteen een memo gepresenteerd of hebben we gemaakt. Waarmee we eigenlijk schetsen wat we tot nu toe kunnen zien. als effecten van de coronacrisis op die onderdelen in het sociaal domein. Is het van belang dat er inzicht is in hoe het, nu, hoe het nu gaat? Is het belangrijk dat die memo er is? Nou ja, het is eigenlijk sowieso van belang dat we inzicht hebben in uh, wat we doen in het sociale domein. Om te weten of we ook de kwaliteit kunnen leveren van de zorg die we voor ogen hebben. En tegelijkertijd ook om te weten of we dat zoveel mogelijk binnen het budget kunnen doen wat we ervoor hebben. Uh, en als je daar goede informatie over verzamelt, dan kun je ook sturen en bijsturen daar waar je ziet dat het minder goed gaat. En daarom is dat inzicht wel heel belangrijk. En ook uh, is het handig om natuurlijk en heel belangrijk om te weten wat corona dan doet op al die ontwikkelingen en de dingen die we doen in het sociaal domein. Um, even nog teruggrijpende naar die monitor. Um, uh, gaat het goed in de gemeente Ede en het sociaal domein? Ja, nou, ik zou zeggen, sla hem er even rustig op na. Maar uh, je ziet wel op al die onderdelen dat het eigenlijk best heel goed gaat. En het, uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je ziet in de cliënt, cliënt dus de nou ja, de onderzoeken die we uitvoeren bij de inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen, dat we daar ook wel positieve reacties krijgen op de wijze waarop wij hier de ondersteuning verlenen.